Wie wordt de nummer 1 in de Zeeuwse top 40 van 2012? Het houdt veel mensen bezig en de tussenstand laat elke dag iets anders zien. Voor de Zeeuwse top 40 geen octopuspal of marmotten die een race lopen. Nee, dit is Aagje. En Aagje houdt vooral van eten, niet echt van muziek. Maar Aagje is niet alleen heel slim, ze heeft ook voorspellende gaven. En daarom wil ze nu speciaal voor de Zeeuwse top 40 wat extra moeite doen. Aagje, ga je gang. Wordt het Bluff, Raccoon, Danny Vera, Surrender of de bolus bieden koffie van Engel Reinoud? Uit de 100 artiesten van de longlist zijn deze 5 volgens Aagje overgebleven. En ze doet nu inspiratie op om de nummer 1 van de Zeeuwse top 40 van 2012 te bepalen. Een gewichtige klus, die ze dan ook heel serieus neemt. Even lijkt de twijfel toe te slaan, maar dan gaat ze vastberaden op haar doel af. Geen bluf. En ook Surrender loopt ze voorbij. De keuze is definitief. Bolus bieden koffie wordt de nummer 1 van 2012 in de Zeeuwse top 40. En toeval of niet, laat dat nou precies datgene zijn waar Aag het meest van houdt. En laat die koffie erbij maar zitten.